4 augustus 1914. Het Duitse leger steekt de Belgische grens over. Het is op weg naar Frankrijk. België had Duitsland de vrije doorgang geweigerd en betaalt daar nu een zware prijs voor. De Duitse oorlogsmachine overrompelt het slecht uitgeruste Belgische leger. Luik valt op 16 augustus. Andere steden volgen snel. Eind augustus pleegt het Duitse leger over het hele land een reeks oorlogsmisdaden. Vooral de driehoek tussen Aarschot, Leuven en Mechelen moet het ontgelden. Dorpen worden platgebrand, mensen als levend schild gebruikt of willekeurig terechtgesteld. Verschillende vrouwen worden verkracht en vermoord. Er breekt paniek uit onder de bevolking. Bij het horen van zoveel gruwel kiezen veel Belgen voor de vlucht. Die leidt hen naar Nederland, Groot-Brittannië of Frankrijk. Een vijfde van alle Belgen vlucht. Meer dan 500.000 mensen verblijven de hele oorlog in het buitenland. De Duitse opmars gaat ondertussen onverminderd voort, maar wel trager dan aanvankelijk voorzien. Op 19 augustus valt Leuven. Een dag later Brussel. Antwerpen, van waaruit de hele Belgische verdediging wordt geleid, wordt vanaf dan rechtstreeks belegerd. De Scheldestad wordt verdedigd door een dubbele fortegordel, waarbinnen het Belgische leger zich verschanst. Twee van die forten, die van Walem en Sint-Katelijne-Waver, liggen vlakbij Mechelen. Op 25 augustus wordt Mechelen een eerste keer gebombardeerd. De forten van Walem en Sint-Katelijne-Waver vallen begin oktober. Na dit Duitse succes weet koning Albert dat de situatie onhoudbaar is. Er resten hem drie opties. Capituleren, vluchten naar het neutrale Nederland of het hele leger terugtrekken naar de kust. Hij kiest voor de laatste optie. Op 10 oktober valt Antwerpen. Het Belgische leger trekt zich terug tot de Westhoek. Daar wordt in oktober en november verwoed strijd geleverd tijdens de eerste slag om Ieper. Nadien graven beide partijen zich in. Ook in Frankrijk is de oorlog vastgelopen. De volgende 4 jaar zullen de posities van beide partijen haast ongewijzigd blijven. Belgen, Fransen, Britten en tientallen andere nationaliteiten zitten ingegraven op slechts enkele tientallen meters van hun Duitse en Oostenrijkse tegenstanders. De uitzichtloosheid van de oorlog wordt voor de jonge mannen met elke frontdienst groter. Niemand kan een doorbraak forceren en de lijsten met soldaten die nooit meer huiswaarts zullen keren, worden elke dag langer. Aan de Somme vallen 1 miljoen slachtoffers in nog geen 4 maanden tijd, zonder dat er 1 meter grond wordt gewonnen. Beide partijen proberen op alle mogelijke manieren de anderen op de knieën te krijgen. De Eerste Wereldoorlog is de eerste waarin er een doelgericht stadsbombardement wordt uitgevoerd, de eerste waarin gifgas wordt gebruikt, de oorlog waarin tanks en vlammenwerpers worden geïntroduceerd en de oorlog waarin het vliegtuig als dodelijk wapen wordt ingezet. Uiteindelijk eindigt de strijd in november 1918, simpelweg omdat Duitsland is uitgeput. De oorlog kost het leven aan meer dan 9 miljoen soldaten. Nog eens meer dan 17 miljoen raken gewond, naast de talloze burgerslachtoffers en vluchtelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks werden getroffen door het krijgsgewoel. Thank you.
Mechelen is in 1914 een stad van 60.000 inwoners. Tussen eind augustus en eind september bombarderen de Duitsers de stad 9 keer. De historische binnenstad wordt in het hart geraakt. De kathedraal krijgt het zwaar te verduren. De IJzerleen wordt in puin geschoten. Tijdens en na de bombardementen neemt een groot deel van de bevolking de wijk. Mechelen is een dode stad. 90% van de bevolking vlucht weg. Meer dan 12.000 Mechelaars verblijven de hele Eerste Wereldoorlog in het buitenland. De meesten in Groot-Brittannië. Op 28 september 1914 wordt Mechelen uiteindelijk door de Duitsers bezet. Het merendeel van de gevluchte bevolking keert in het najaar van 1914 terug naar de stad, waar het gewone leven weer op gang wordt getrokken. Dankzij de massale Amerikaanse voedselhulp kunnen de mensen elke dag een rantsoen krijgen op het plaatselijke voedingscomiteit. Op het Mechelse stadhuis installeren de Duitsers hun lokale bestuur, met onder meer het pasamt, waar de bevolking doorgangsbewijzen en paspoorten kan afhalen. Alles wordt strikt geregeld. De pers wordt gecensureerd en de bewegingsvrijheid ingeperkt. Hoe langer de oorlog duurt, hoe zwaarder de tol voor de bevolking. Duitsland raakt uitgeput en verhaalt zijn tekorten op de bezette bevolking. Koper, wol, matrassen, metaal, alles wordt in beslag genomen. Wat niet wordt opgevorderd, wordt strikt gerantsoeneerd. Er zijn te weinig koren om openbare gebouwen te verwarmen. In de extreme laatste twee oorlogswinters vriest het tot min 19. De verzwakte bevolking ondergaat de zware ontberingen. Zelfs aardappelschillen worden gekookt en opgegeten. Elk brood weegt evenveel en heeft exact dezelfde ingrediënten. Aan alles is er gebrek. De situatie is uitzichtloos. Na een mislukt lenteoffensief van Duitsland moet het uitgeputte Rijnland in 1918 de duimen leggen. De geallieerden breken in de zomer door de Duitse linies en een paar maanden later is de Eerste Wereldoorlog voorbij. Op 11 november 1918 wordt de wapenstilstand ondertekend. En 4 dagen later marcheren de eerste Belgische soldaten Mechelen binnen. De laatste Duitsers waren amper een dag eerder vertrokken. Ongeveer 4.000 Mechelaars vochten aan het front. Van hen overleefde ongeveer 1 op de 10 de oorlog niet. Verschillende monumenten herinneren daar vandaag nog steeds aan. De stad kreeg zware materiële schade te verduren. Vooral de IJzerleen werd erg getroffen. En ook het Hof van Busleiden brandde nagenoeg volledig af.